veel kijkplezier, maar vooral ook rijplezier. De BMW 3-reeks Berline. Voor tv gaat u rustig zitten. Bij Rabobank.be gaat u bewust sparen. Dag vrienden allemaal. Blij jullie terug te zien. Dames en heren, hartelijk welkom. Plantenliefhebbers, goeie avond. Goedenavond. De studio zit weer boordevol mensen die ooit op tv zijn geweest. Kijk maar. Welkom allemaal bij Van Algemeen Nut. Voilà. Dank u wel. Welkom, Peter. Ja, goedenavond, Steven. Ik heb al iemand op zijn vingers zien fluiten. Ik vind nu al de max. Ja, dat is omdat jij hier bent, hè? Ah, dank je wel. Ja, zelden of nooit was het publiek zo enthousiast. Ik denk het, ja. Hoe is het? Goed. Goed. Ja, je hebt een schone lieving. Echt dank waar. Je. Gezellig, hè? Mooi gedaan. Ja. Ja. Peter, ja, we kennen jou van bij M&M. Mm-hmm. Je doet daar de ochtend al zeer lang. Het was dit jaar 10 jaar. 10 jaar? 10 jaar exact, ja. Absoluut. Hoe laat sta je dan al 10 jaar op? 3:23. 23? Ja, ja, dat is iets... Omdat, vroeger stond ik om 3:30 op en dat was precies een paar minuten te laat. En dus ben ik dan naar 23 gegaan omdat die 2 keer 3 in dat getal mij leuk leek. Ja. Moet dat voor de rest niet te veel achterzoeken, Steven. Dus... Gaan we ook niet doen. Ik zie je haar nog stijver worden. Dus, Sorry, ja. Mijn haar is een beetje onder de indruk van u. Geen zorg. Ja. En hoe laat ga je dan s'avonds slapen? 8 uur. 8 uur? Ja. Dus eigenlijk ben ik nu aan het slapen. Ja. Je bent al heel vaak op tv geweest. Ja. Dat is zelf al eens helemaal fout gelopen. Is dat? Ja. Ik heb toch iets teruggevonden. Ja. Ik heb een boze brief teruggevonden. Ja, dat is een brief die wordt bewaard in het papierarchief van de VRT. Ken je dat papierarchief? Ik heb dat al gezien in uw show. Dat daar dingen... ik denk Michel Follet en zo, die had ook zo... Maar dat is eigenlijk een groot depot waar alle papieren worden bijgehouden van vorige tv-programma's, radioprogramma's. Maar dus ook vriendelijke en minder vriendelijke brieven van kijkers. Oké. Okay. Deze brief komt van een zekere mevrouw Christine Hendricks uit Genk. Goedenavond, Christine. Goedenavond. Hallo. U schreef 21 jaar geleden een boze brief, hè? Ja, ik was redelijk gechoqueerd door het programma. Ja, ja. Ik ga u even naar hier halen. Christine, hallo. Hallo. Dit is de boze brief die jij stuurde. Wil je eens even voorlezen? Je mag gewoon bovenaan beginnen. Geachte heer, ons gezin is een vrij trouwe kijker van uw programma's. Studio Cat wordt dagelijks bekeken. Ja, ik ga je even onderbreken. Dus Studio Cat was het dagelijkse jeugdjournaal van Catnet. En dat werd gepresenteerd door deze twee nieuwsankers. Het was weer een verschrikkelijke week. Gelukkig mag ik vanavond naast mijn goede, oude, lieve vriend Steven van Herwegen zitten. Dank je wel. Vooral duidelijkheid, dat zijn wij, Christine. Ja. Dus Peter en ik... Dat is eigenlijk van toen geleden dat we nog eens samen op tv waren. Hè? Ik denk het wel, ja. Maar mijn god, man, wat was dat allemaal? Dat was het jeugdjournaal en daar heeft Christine een boze brief over geschreven. Ja. Lees maar verder. De uitzending van vandaag, 20 oktober, verbaasde ons ten zeerste. In een reportage over hondenetende Chinezen voert de VRT haar Samson-mascotte ten prooi aan een gewelddadige oosterling. Ik moest even naar het wc, denk ik nu. Ja. Het geheel eindigt in een bloederig afslachten van de hond. Ik maak me hierbij ernstige bedenkingen hoe kinderen zullen reageren op oosterlingen en op het afslachten van hun tv-ster. Ja. Misschien eerst even kijken wie die reportage gemaakt heeft. Wat? Ja, om ze op te eten. De Sint-Bernardshonden die blijken een onbetaalbare delicatesse te zijn in restaurants in China. En ze blijken ook goed te zijn voor de viriliteit. Kijk, hond, dat is nu echt eens iets voor mij, zie. Dus vooral duidelijkheid, dat is Peter, hè. Jongen. Ik ben maar echt waar. Wie of wat is er geland in ons kapsels toen ook? Ja. Ik weet nogthans dat je daar enorm fier op was. Ja, ja. Die reportage heeft u gechoqueerd, hè?
Ja. Ja, ja. We gaan meteen naar het fragment kijken. Maar u had ook in de brief, heeft u het nog over een andere klacht, namelijk een andere reportage die in dezelfde aflevering zat. Ja. Misschien moet u dat even voorlezen. De reportage over de priesterwinkel ontaarde in schunnigheden zoals het gebruik van de holle kruisstaf als peniskoker en kuisheidsgordel. Just. Ik heb er toen hard moeten mee lachen. Maar dat is lang geleden. Dat is nu niet meer, hoor. Zelfs als niet-gelovige dient men eerbied te hebben voor andere meningen en gebruiken. Laat ons eens kijken welke Jeannette die reportage gemaakt heeft. Steven, dat is nu echt eens een Jeannette. En wel, Peter, voor het eerst vandaag heb je nu eens gelijk, hè? Ah. Wakko Winkels dus. Steven die is vandaag naar een winkel met priesterspullen geweest. Jezus. Nee, die was uitverkocht. Ja. Opgelet, deze reportage is niet voor gevoelige kijkers, ook niet voor gelovigen, Samsung-fans, eigenaars van Chinese restaurants en mensen die denken, en dat met ons belastingsgeld. Ik sta ook op het dak van een echte priesterwinkel. Oh, dag. Dus dat is hier dus een kazuifel. Dat is in een monastiek is net gesneden, dus dat is vierkant gesneden. En dat is hoofdzakelijk in de groentinten. Ook een kostuum voor de Johnny Priester. En dan gaan we nu zien, vrienden, hoe een echte vrouw er naakt uitziet. Komt u maar mee. Een echte vrouw naakt, langs hier. Mensen komen van over heel de wereld naar hier om de erotische priesterstoel te mogen meemaken. Een heiger. En ondertussen zit Peter in een Chinese keuken. Die ochtend in de Chinese keuken. Zeer lekker. Bijna zien bijna hondbloed. Ja. Ja. Het waren toch wel degelijk deze reportages die je bedoelde. Ja, hè? Die bedoelde ik, ja. Dat was dus in dezelfde aflevering. Ongelooflijk, hè? Die duurde 12 minuten. Ik wist dat die feiten plaatsgevonden hebben toen, maar dat dat in dezelfde aflevering was, dat is dus echt onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. Maar u had kinderen dan... Ja, ik geef les. En, ah, ja, ik geef les. Ik dacht, ik ga gebruiken als didactisch materiaal. Nee. Dat is niet zo goed. Nee. Zij kwamen af met het probleem omdat hun vriendje Samson werd afgeslacht. Oei. En hoe oud waren die kinderen dan? Tussen 6 en 12. Ja, maar dat hadden we niet. Ik had dat ook niet door, want ik had ook kleine kinderen. Maar geslacht wel een jeugdheld af. Ja, ja. Dus dat is heel bijzonder. Mm-hmm. Wat geeft u? Ik geef godsdienst. Oei. ja. Oké, okay, maar dus je verwachtte daar uitleg over en je hebt die nooit gekregen. Ik heb die nooit gekregen. Nee. Oké, okay, dat gaan we rechtzetten, hè. Bon, waar gaan we beginnen? Oké, noteer maar. Beste Christine, we hebben uw brief goed ontvangen. Peter, misschien moeten we de discutabele aard van de reportages een beetje toelichten. Hè? Goh, we hadden de opdracht gekregen. Ik weet, in het eerste seizoen van Studio Ket was heel duidelijk. We gaan een jeugdjournaal maken. We gaan het nieuws uitleggen aan kinderen en jongeren. En toen was er een soort in de zomer een evaluatievergadering waar de zoon van de toenmalige programmaverantwoordelijke bij zat. En hij was zo een beetje de bron waar we ons moesten naar richten. Zo van, manneke, wat vind je daar nu van? Ja, ik vind het tof, maar ik vind het wat braaf. Ah, het mag stouter. Het mag stouter. Dus van, we gaan het wat stouter maken. En toen is dat helemaal ontaard. En ook wel een concurrentie van de Jerry Springer Show, van de Simpsons, wat ook de enige concurrentie was. Maar we moesten wel beter doen. Dus we hebben informatie proberen verkopen of brengen naar jongeren en kinderen op een vrolijke manier. Een vrolijke manier, hè? Ik ben vandaag zo vrolijk. Ga Samson eens verboden. Maar dat is niet altijd even goed gelukt, natuurlijk. Maar we inspireerden ons wel op de actualiteit. Ja. En dat was een actueel feit. Dus er werden Sint-Bernardshonden, of hoe heet dit merk van hond, geschaakt om culinair verwerkt te worden. Ja. Dus eigenlijk proberen wij dat aanschouwelijk te maken voor kindjes op een vrolijke manier. Het was de schuld van de gazetten eigenlijk. Maar het kwam verkeerd aan.
Ja, dat begrijp ik. Dat is duidelijk. Dat hebben we nog gehoord achteraf, ja. Maar het is eigenlijk zoals Peter zegt, want ik heb een papier teruggevonden, ook in dat papieren archief, waar eigenlijk op staat wat dat programma moest zijn. Dus al van in de jaren 70 was de openbare omroep op zoek naar een jeugdjournaal, want in Nederland loopt dat al lang. Hè. Ja. Degelijk, vrolijk jeugdjournaal. Dus, hier, Studio Cat, een mission statement. Misschien moet jij het eens voorlezen. Hier, dit. Studio Cat wil ook een stout programma zijn. Ballonnen doorprikken, drempels verschuiven, tegen schenen stampen. Zelfs de paus is voor ons niet heilig. En daar is het wel fout gelopen. Ja. Ja. Dus voilà, ja, wij waren gewoon gemotiveerde ambtenaren die ons werk met passie vervuld hebben. Hè. Kijk, uw verontwaardiging is zeer terecht. Hè. Ja. Terwijl het op zich maar gewoon... Ja, het klopt er in de sfeer van toen, hoor. Echt waar. Het was gewoon veel anarchistischer. Maar je zit op een trip en je zegt, geamuseerd u. Dat was zo een soort, ja, een soort giro, maar dan geen giro. Zo. Allee, alles wat dan niet in de giro mocht, dat deden we in die jeugdbeweging dan. En ons baas zei van, ja, doe maar, doe maar. Tot er een andere baas zei van, ja, stop maar. Het is goed geweest. En toen is het ook gedaan geweest met het programma. Ja, zeker, ja. Ja, inderdaad, de eindredactie is ontslagen, de redactie is in staking gegaan. Ja, wij mochten op een bepaald moment ook niet meer op tv komen. Hè? Nee, zeg, ik herinner me dat er een man op een bepaald moment zei van jongens, dit is een eindig verhaal, dat beseffen jullie toch. En wij zo, maar nee. En toen, ik weet dat ik op het radionieuws plots hoorde dat de toenmalige producer, programmaverantwoordelijke, zich moest verantwoorden tegenover de kerk. En toen dacht ik van, ah, misschien gaat dit toch niet zo geweldig goed aflopen. Ja. Ja, het is ook fout afgelopen. En Gert Verhulst was ook heel kwaad toen. Ja, ja. Ja, die had zo twee stukken om, plots. Hè. We hebben ook wel echt op de blaren gezeten, hoor. Geloof je dat? Ik geloof dat. Ja? Ja, ja. Allee, ja. Ik weet nog dat ik vroeg na de uitzending van... Ja, maar ja, gaat er ook geen juffe godsdienst die nu kijken? Ja. En de baas zei... Maar nee, jij. Maar nee, totaal niet. Dus ja, kijk, Christine... laat ons zeggen dat dit een zwarte dag was voor het jeugdjournaal. Ja. Maar hey, we zijn er nog. Gelukkig. Ja, toch. Voilà. Noteer, beste Christine. Hopelijk heeft bovenstaande uitleg u toch voldoende genoegen gegeven om deze zaak definitief te laten rusten. Druk maar op print. Ja. Dank u wel. Voilà, Christine, je antwoord na 21 jaar. Dank je wel. Christine, we moeten ons misschien ook excuseren tegenover jouw leerlingen van toen. Ondertussen zijn dat ook allemaal dertigers. Ja. Ik heb eigenlijk eens opgeleist naar wie we ons eigenlijk allemaal zouden moeten excuseren. En daarvoor is gewoon... De lijst is zo indrukwekkend groot dat we gewoon vanavond genoeg tijd hebben om dat allemaal te doen. Maar daar heb ik een oplossing voor, Peter. Namelijk deze. Dank je wel. Kijk, ik stel voor dat we de... Grote Steven en Peter zeggen sorry, tournee. En dat kunnen we doen. We beginnen bij de Chinese restaurants. 1 april zitten we de Lange Muur in Wustwezel. En we eindigen de tour in de Hongkong Dong in Brecht. Voilà. De tweede poot van de tournee is Peter en Steven zeggen sorry tegen de Samsung-fans. Dan beginnen we in juni bij de familie Bourlon en dan bij de familie Verhulst. Dan gaan we zo door. De derde poot van de tournee is de Grote Steven en Peter zeggen sorry tournee voor alle gelovigen, voor de kerk. Dat was gepland in het Sportpaleis, maar omdat er 20 jaar later minder gelovigen zijn, gaat het door in de Lotto Arena. Voilà. En dan de vierde poot is de Grote Steven en Peter zeggen sorry tournee tegen de belastingsbetaler. Omdat het met hun belastingsgeld was natuurlijk dat we dit gemaakt hebben. En de laatste poot van de tournee, dan zitten we al in december, is eigenlijk Peter en Steven zeggen sorry tegen onze vrouwen omdat we zo lang van huis weg geweest zijn om sorry tegen iedereen te zeggen. Dus we vieren kerstmis bij ons en nieuwjaar bij jullie, bij de familie van de Veire in Temse. Voilà. Dankjewel. Dat is het minste wat we kunnen doen. Oh, la, la, la. Eva, we gaan ons amuseren, hè? Amai, ja. Zeggen sorry tournee. Kom eens af, hè? Geef je dan backstage pasjes. Oké, prima. Ja, voilà, het gaat er vrolijk aan toe, hoor, bij ons. Ja, ja. Ik heb voor jou ook nog een cadeau, Peter, want jij wordt binnenkort terug papa. Ja, dat is waar. Ja. Wel, ik heb voor jou een. Ja, inderdaad.
Dankjewel. Ik heb nog een cadeau van Studio 100. Het zijn een aantal leuke Samson-spullen, maar ze zijn aangepast. Dus met afgehakt Samson-hoofd. Voilà, ik wens je daar ongelooflijk veel plezier mee. En zoete dromen toegewenst, alsjeblieft. Dankjewel. Christine, case closed. Ja. Ga heen in vrede en dank u wel om zo streng te zijn tegen ons. Voilà. Merci, Christine. Stel je voor dat kind nu wakker wordt met dit beeld. Zo. Echt waar. Ja. Qua trauma kan tellen. Maar wel mooi, dank u wel. Ja, maar ja, de verantwoordelijkheid ligt twee keer bij u. Het is uw kind en het is uw reportage. Ja, ja, ja. Man. Allee, tof dat je zo op bezoek bent, Peter. Oh, echt waar. Kijk, die brief, hoe maf is dat? Dat bewaard wordt allemaal. Ja. Ik zat daar ook een strip te lezen. Hè. Ja. Als ik me niet vergis, was dat Pommeke. Ja? Pommeke was de erotische versie van Jommeke. Oh, dat ook dus ook zo was. Dus ook dat. Dus ook dat is er toen gebeurd. Oh. Martin, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Jij bent ook ooit op tv geweest, hè? Ja. En je was toen een beetje over je toeren, hè? Ja. Ja. Ja, dat had eigenlijk te maken met deze jongens. Ken je die nog, Peter? Was niet Erasure, hè? Nee. Al... Oh. Het is wel hetzelfde tijdperk. Ja. Nee, ik kan er even niet op komen. Hier zijn jongens het boegbeeld van de jongerenzender M&M. Allee, jongen. Echt mooi. Wat draaien we dan niet meer? Dat is... Die mannen hebben zelf intussen al lang grijs haar. Hey, hoe heet die al? Hoe heet ze ook alweer, Martin? Bros. Bros, natuurlijk. Bros, ja, tuurlijk. Ja, en dit was een van hun grootste hits. When will I be famous? Bros. Maar dan minder goed gezongen dan... Ja. Spijzen zelf zingen. Ja. Martin, jij was grote fan van de jongens, hè, van Bros. Stekenzot, hè. Ja. Wat dat was toen, Peter. Je had de Beatlemania. En dan had je de Bros-mania, hè, Martin? Ja. Jullie hadden ook een naam, hè, de fans van Bros. Ja, Brosettes. De Brosettes. De Brosettes? De Brosettes, ja. En jij was dus een Brosset. Ja. Je hadden de klimaatbrossers. Zelfde. De Brosettes. De Brosettes, ja. Ja, en dus jij volgde die overal, Martin? Overal. Ja. Overal. Ongelooflijk. 30 jaar geleden kwamen die ook naar België. En ze kwamen signeren in een Antwerpse platenzaak. Dat konden we zien in het jeugdprogramma Kilimanjaro. Nu eerst de hysterie rond Bros. Ja, je moet eens kijken hoeveel hongerige tienermeisjes daar staan te wachten op hun blonde goden. De Britse popgroep Bros deelde er een uur lang handtekeningen uit op gevaar van eigen leven. Maar waarom duurde het zo lang? Omdat de hekken zijn aan het begeven. Ja, als ze buiten komen, worden die hysterisch. Ze kunnen niet beginnen of al die meisjes vallen hier binnen. En daar zijn ze dan. Ja, dat zorgt natuurlijk voor heel wat gevoelens die plots onhoudbaar zijn voor de meisjes. Martin, jij was daarbij, hè? Ja. Ja, herinner jij je dat moment dat die binnenkwamen? Ja. Ja? Ja, nu nog. Is het echt? Ja. Martin, ik heb ontdekt door dat fragment dat het voor jou een zeer bijzondere dag was. De meisjes vertellen aan de reporter wat Bros zo uniek maakt. Wat is er zo fantastisch aan Bros? Oeh, alles. Goed zingen. Ze kunnen goed zingen. Ze zijn knap en kunnen goed zingen. Zijn het lieve jongens? Ja, lief. Ja? Ben je nu gelukkig? Ja, heel gelukkig. Hoe oud ben je? 15. Ja, de tienermeisjes staan op springen, want ze mogen hun idool aanraken. En voor jou, Martine, is je leven compleet. Is dit de mooiste dag van je leven? Ja. Wat is er zo fantastisch aan Bros? Alles. Amai, Martine. Oh, heerlijk. Het was de mooiste dag uit je leven. Ja. Wanneer was dat? Een schooldag. En had je dan geen school? Ja. Ik was aan het brossen voor naar Bros te gaan zien. Oké. Dus je hebt dan gebrost, maar daar hebben ze op school niks van gemerkt? Oeh, jawel. Ah. Ja, want allee, ik ging een briefje binnenbrengen met handtekening. Zo.
nagedaan van, mijn ouders, maar ja. Doe geen moeite, we hebben u gezien, dus... Ah ja, ook al. Oké. Okay. Zoals op nieuws. Heb je dan strafstudie gekregen? Tuurlijk, of? Ja. Wat moest je dan doen? 10 woensdagen strafschrijven. 10? Oh. Maar het was wel de mooiste dag uit je leven. Toen wel. Maar ja, wat ik vroeg mij af, want het is natuurlijk, we zijn 30 jaar later, is het nog altijd de mooiste dag uit je leven? De tweede mooiste dag van mij. Tweede mooiste dag? Ja. En hoe komt het dan? Ik heb een zoontje nog ondertussen. Ah, en dat is natuurlijk de geboorte van je zoontje is de mooiste dag uit je leven. Dat is de mooiste dag van mij. We zien hem hier, prachtige foto. Hoe heet hij? Younes. Prachtig. Hoe gaat het met hem? Goed. Ja. Ja, dat is natuurlijk terecht dat de mooiste dag uit haar leven is en dat Brots ineens een plaats moet opschuiven. Ja. Ik denk dat die mannen dat ook wel begrijpen. Ja, voilà. Martien, nu we dat weten, gaan we dat op de juiste manier terug in het archief zetten. Is dit de mooiste dag van je leven? Nee, de tweede. Wat is er zo fantastisch aan je zoontje? Alles. Ik heb nog een cadeautje voor je zoontje. Dat is namelijk dit. Dat is een bodyke dat hij kan aandoen. Met daarop, when will I be famous? En die vraag kan beantwoord worden, namelijk I became famous on de 28e maart 2019. Dat is vandaag. Voilà, dat is voor je zoontje. Voilà, dankjewel Martien om die 2 mooie dagen van je leven met ons te delen. Wat doen die gasten nog tegenwoordig? Zijn die er nog? Ja, die zijn terug, die bestaan terug. Enfin, die zijn nooit vergaan. Ja, nee, oké. Okay. Maar die Bros, ja. Ja, als band bestaan die terug. Echt? En die gaan nu terug toeren, ja. Mijn god, man, ja. Zoals wij ook terug gaan toeren, hè, Peter? Ja, ik heb er wel. Wordt tof, hè? Wordt leuk. Schoon, ja. Hoeveel avonden is dat? Dat zijn een 150-tal avonden. Schoon. Oh, 1978, was jij er toen al? Ja, ik was toen 7. 7 jaar. Ja. Wel, in 1978 gaat er op dinsdagavond om 21:15 een gloednieuwe quiz van start op BRT1. Een goede avond, kijkers. Dit is uw nieuw programma Jij of Wij de Harde Quiz. In elke aflevering zullen 3 kandidaten het tegen elkaar opnemen en vanavond zijn dat Henriet, Ronnie en Ernest. Heb je die quiz toen gezien? Gelukkig niet, nee. Wat is dat? Dat is de quiz Jij of Wij. Dat was dus een harde quiz waar je ofwel samenspelen ofwel apart. Jij of wij, vandaar. Nee, okay. Ja. Ik heb het teruggevonden en er viel mij iets op. Er is geen presentator. Er is geen Peter. Enfin, er is geen presentator. Dat was een mopje, hè? Ja. Dus we horen wel een presentator, maar we zien hem niet. Nee, hè? En dat is heel raar. De kandidaten stellen zich voor. Huh? En zij weten totaal niet naar wie of wat ze moeten kijken. Je moet eens goed op de ogen van die mensen letten. Henriet, als jij jezelf even wil voorstellen aan de kijkers. Ja, graag. Ik ben Henriet Klaasens. Ik kom uit Kapellen. Ik ben echtgenote en moeder. Kijk, je ziet enkel zoekende blikken terwijl ze zich voorstellen. Ja. Ik heb 1 vrouw, 1 zoontje van 6, 1 dochtertje van 4. Ja, de kandidaten kijken dan maar een beetje in het eilen. Ik ga ook geregeld naar de bios. Ik lees tamelijk veel. Mijn hobby's zijn schaken en quizzen uiteraard. Ja, dat zijn ze, onze 3 kandidaten die vanavond meespelen in de eerste Jij of Wij-quiz. En zelfs tijdens de quiz zie je nooit of nooit de presentator. Jeff? Volgens mij is het een zwarte mis. Volgens mij ook. Volgens Victor ook. Dat is correct, wat jullie geantwoord hebben, Victor en Jeff. Ja, Victor, jij bent nog in laatste instantie Pol voorbij gegaan. En dat betekent een prachtige prijs. Haal jij het nog net met 450 punten? Dat betekent 2 meter 25 centimeter boeken. Ze worden afgemeten, ze worden straks bij je gebracht. Victor, ik neem afscheid van jullie, Pol, Jeff. Jullie krijgen zo dadelijk een troostprijs, dat is een map. Map? Dus je ziet de kandidaten zoeken naar de stem, maar die mensen hebben die stem nooit eens ingekregen. Maar vooral die Paul, die zijn ogen, dat was precies Knight Rider. Zo. Die ging alle kanten uit. Maf. Ja. Heel bijzonder programma. En hoe lang heeft dat gelopen? Toch een aantal jaren, ja. Ja? Ja, absoluut. Ja. Dat was een succesvol programma. Ja. Maar ik vroeg me wel af, ja, die stem... Wie was dat? Wie was dat? Ah ja, nee, geen idee. Ik heb hem teruggevonden. Oké. Okay. Goedenavond, stem. Goedenavond, Steve. Ah, u bent er? Bent u hier?
Ja, ik ben hier in de buurt. Amai, we zijn 40 jaar later en u klinkt nog even jong als toen. Mooie stemmen, Peter. Ja. Ik stel me er een soort kabouter bij voor. het zal weer niet kloppen, waarschijnlijk. Ik ga hem naar hier halen. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Hallo. Hallo. Ik ben ongelooflijk blij u eindelijk te zien. Ik ben ook zeer blij. Te zien, echt hoor. Oei, dat is verkeerd verbonden, denk ik. Sorry. Goedenavond, Filip. Ja. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Hallo, dag Filip. Welkom. Ja. Blij u eindelijk te zien. Ja. 40 jaar na datum. Inderdaad. Ja. En een mooie man. Oprecht, is toch... Ja, absoluut. Ja. Pas bij de stem ook, effectief. Ja. Dat een beetje een lange kabouter, maar... Ja. Heel mooi. De stem deed je denken aan een kabouter, maar... Ja, maar het is een hele mooie... Ook uw G. Ik ga denken aan een leraar Nederlands van vroeger. Zo. Mooie G, een beetje een Nederlandse G. Heel mooi. Dat heb je vaak nu als je programma's hoort van die tijd, dat er veel correcter gepraat werd. Sowieso. Ik doe nu ook mijn best. Is dat? Ja. Ja, mooi. Nee, heel mooi, ja. Als je dat vergelijkt met de generatie van nu... Schandalig. Die mannen in hun blauwe pak. Filip, ik vind het eigenlijk... Ja. Ik vind het doodzonde dat we jou niet vroeger te zien kregen. Was daar een reden voor? Je hebt net gezien, je hebt die ronde tafel. Ja. En die kandidaten konden kiezen om ofwel apart te antwoorden of samen met een van de andere kandidaten. Daarom was het een ronde tafel. En eigenlijk door dat concept hadden ze geen plaats meer om een presentator te doen. Dat, zo simpel was het, ja. Het was alsof de BRT het signaal wou geven van het is een kennisquiz. Je moet er veel van leren, maar durf niet te genieten. Durf niet, hè? Ja. Nu, werd je daar vaak op aangesproken? Ja, wellicht niet natuurlijk. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet natuurlijk. Mensen herkennen uw stem dan niet soms als je begon te praten? Ja, dat wel. Misschien dat wel. En ik werkte toen eigenlijk ook voor de radio. Ik werkte voor Radio 2 nu, maar toen was dat nog BRT 2. Ja. En daardoor was ik er ook eigenlijk een beetje... in terechtgekomen in die quiz. En men is eerst in huis bij de toenmalige quizmasters beginnen zoeken. Dat waren toen Mike Verdreng en Luc Appermond. Ja. En die konden zich helemaal niet in dat concept inleven van... ik moet hier nu iets presenteren, maar ik heb geen camera. Ik zie die mensen niet voor me. Mm-hmm. En dat ging niet. En men is toen te raden gegaan bij mensen die... bij de radio werkte. Nu, ik heb heel de reeks bekeken, Filip. Ja? Veel te weten gekomen, veel bijgeleerd. Goeie quiz. Alleen, nooit of nooit ben je daar te zien. Hè? Zelfs tijdens de allerlaatste aflevering zie je daar een razendspannende finale. Geen enkele emotie bij die mensen. En jullie hadden dan nog iets speciaals in petto. Met 225 punten, Wart, ben jij de winnaar van de allerlaatste jij of wij quiz. Wouter en Guy, we hebben voor vanavond niet alleen de gewone troostprijs voor jullie klaar liggen, maar ook nog iets bijzonders. 3 stuks waarvan jullie er elk eentje krijgen. Marsepein, een varkentje met een lange snuit. Want inderdaad, kijkers, het jij of wij verhaaltje is uit, want daar verschijnen ze, die varkentjes, met hun lange snuit. Maar vooraleer we definitief afscheid nemen van elkaar, wil ik wel even tegemoetkomen aan de vraag van veel kijkers die zich afgevraagd hebben van waar komt die stem nu eigenlijk precies. En die zaak gaan we nu eerst even verduidelijken. De meeste kijkers hebben altijd gedacht dat die stem uit een hoge kwam. Maar u ziet het, kijkers, de realiteit is dus anders. Rest me nog u te bedanken voor het trouw volgen van 2 jaar Jij of Wij. Jij of Wij komt niet meer terug, maar de kijkers die houden van een harde quiz, die vergeten we zeker niet. Guy, nog een goede avond. Goedenavond. Bart? Goedenavond. Voilà, dan verdwijn je terug in de anonimiteit, Filip. En zat je, hoe lang heb je dan in dat gat gezeten dan op dat moment? Dat was dan even... Dat is een goede vraag. Een vraag die veel mensen mij toen gesteld hebben. Ook, zat jij daar echt elke keer in dat gat? Nee, natuurlijk, dat was een gimmick voor de laatste uitzending. Omdat de makers me dan toch in beeld wilden brengen. En ze een vondst hadden van, we laten hem uit die tafel komen. Bijzonder avontuur.
Philippe, jij bent het meest onbekende tv-gezicht uit de Vlaamse geschiedenis. Dat ben jij. Dat is waar. Ja. Ik wil je bedanken voor die schitterende quiz, voor jouw prachtige stem. Dank je. Dat even te komen toelichten. Ja. Ik heb nog een cadeau voor jou. Oh. In 1978 kwam er een marsepijnen varkentje met een lange snuit. Maar in 2019 komt dit prachtige, onbekende tv-gezicht. Oh mijn god. Volledig in marsepijn. Voilà. Philippe. Dat is voor jou. Alsjeblieft, Philippe. Ja. Dat is omdat jij echt om op te eten bent. Voilà. Je mag in jezelf bijten, maar doe het thuis rustig. Merci. Het ruikt heel zoet. Het ruikt heel zoet. Ah, voilà, kijk. Veel succes daarmee. Veel plezier. Bedankt, Philippe. Bedankt. Dat is een heel mooi cadeau. Veel plezier. Het is toch leuk om mensen blij te maken, hè? Die quiz, wat is er ook allemaal geweest? Ja, inderdaad. Maar weet je, hoe zat die quiz dan in elkaar? Soms alleen en soms dan met tweeën. En... Ja, dus bijvoorbeeld, wat is de hoofdstad van Parijs? Dan, sorry, hoofdstad van Parijs. Ja. Spannend, ja. Ja. Ja, maar ik merk dat je de quiz ook helemaal door hebt. Het was een keiharde quiz. Hè. Met strikvragen. Dat was de hoofdstad van Frankrijk. En dan kon je zeggen, van oké, ik speel alleen. Of, ik denk dat Peter het ook weet. Ja, ja. En dan spelen we samen, voilà, jij of wij. Ja, ja. Het is niet zo moeilijk. Ja, ik ben blij dat het niet met u in de quiz zat. Dat is wel goed, ja. Maar jongens, we zijn trouwens alle twee slimste mensen, hè? Dat is juist, ja. Ja. Nice, dat geloven de mensen maar nog. Jammer. Juist. Maar nee, oprecht. Kijk, het heeft toch iets opgeleverd, Samson. Zeker, ja. Het is niet altijd even evident om mensen terug te vinden die ooit op tv zijn geweest. Dat is echt vaak een heel lange zoektocht. Ja. In dat kader zijn we dringend op zoek naar een jongen die 21 jaar geleden op tv kwam. Graag uw aandacht voor een volgend opsporingsbericht. Dit lieve kind werd voor het laatst gesignaleerd in de toiletten van Kunstencentrum Vooruit te Gent. Hij kwam er in aanraking met een dame van het type Madame Pipi. Op het ogenblik van de feiten werd het kind brusk geconfronteerd met een prangende vraag. Moet ik pissen of moet ik drukken? Moet ik pissen? Allee, goed, goed. Niet even pissen, hè? Mogelijk heeft de dame op het kind een diepe indruk nagelaten van het type trauma. Bent u dit slachtoffer, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren. Ja. Ken jij die uitdrukking? Pissen of dreuken? Pissen of dreuken? Ja. Ja? Drukken wel. Serieus? Ja, bij ons. Maar ze is van Gent, hè. Ja, ik ben ook van die streek zo. En bij ons was dat effectief. Ofwel moesten gaan plassen, ofwel moesten gaan drukken. Ik ken het niet. Oké, goed. Ja. Maar dat manneke, nog garme. Maar ja, ik wil weten of alles oké is met dat ventje vandaar. Als u kijkt, laat ons zeker iets weten. Hè. Bart, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Jij bent ook ooit op tv geweest, hè? Ja. Ja, je hebt toen serieus in je broek gedrukt, hè? Dat is proper uitgedrukt. Ja, voilà. Ik ga je naar hier halen. Welkom, Bart. Hallo. Hallo. Hey. Dat is Peter. Dag, Peter. Hey. Hey. Hallo. Dat is een deugeniet van heel lang geleden. Oké, dat weet ik. Ja. Bart, voor we naar jouw fragment kijken, eerst even kaderen. 35 jaar geleden... Ja. Stel toenmalig premier Martens, Wilfried Martens, met grote fierheid het eerste internet van ons land voor. Mm-hmm. Weet je nog hoe dat heette? Dat heette Bistel. Bistel, ja. Bistel, zegt ja. Je dat nog iets? Ja, ja, ja. Ja? Is het echt? Dat was een information system by telephone. Ja. Ja. By telephone, hè? By telephone. Dat was eigenlijk een soort internet dat nog helemaal via de telefoonlijn ging. Ja, via een telefoon. Maar dus in 84 had Martens dat al... Uh-huh. Ja, het was eigenlijk een soort netwerk in de Wetstraat, waardoor alle computers van de ministers met elkaar verbonden waren. Ja, ja, dat was zijn tijd echt ver vooruit. Onder grote persbelangstelling ondertekent premier Martens de Bistel-bestelling. Is het meer dan een speelgoed, dan een gadget? Ja, het is een enorm instrument. Ik gebruik dat 3-4 keer per dag om de stand van de politiek in België langs het persagentschap België te volgen. Ja, en Bistel had zelfs al een voorloper van de e-mail. Bovendien is er een element in dat je kunt als post gebruiken, elektronische post. Ik kan naar de ministers, naar de andere kabinetten, kan ik dus boodschappen sturen. Langs een veilig circuit? Ja. Dus alles gaat langs de telefoonlijnen. Ik kan nakijken of er post is voor mij, of er iemand een boodschap heeft gestuurd. Het volstaat mijn naam te vormen
maar ook mijn paswoord. En dat is geheim natuurlijk. Ik vorm mijn paswoord. De computer zoekt de boodschap. En ik zie dat er dus een boodschap is voor mij. En ik roep de boodschap op. Ja, zo was de dag ook snel om, dat goed. Ja, echt? Ja. Een elektronische boodschap, zeg. Ja. Hij was blij als een kind met dat nieuwe speelgoed. Ja, dat was Sindada, hè? Ja, ja, dat was duidelijk, inderdaad. Maar het moet ook wel tof geweest zijn, Peter. Ineens kan je elektronische brieven versturen. Hij kan dan naar Herman de Croo. Hallo, Herman, alles oké? En dan Herman, goed ontvangen, Wilfried, alles prima. Dat moet ongelooflijk geweest zijn. Dus wat doet Martens? Elke dag gaat hij fluitend naar zijn bureau om met zijn computer te spelen. Maar 4 jaar later, in de ochtend van 21 oktober 1988, leest hij dit in de krant. Computerfanaat dringt moeiteloos binnen in post van eerste minister. Dus de bestelcomputer van de premier is gekraakt. Toen al. Ja. Die gelooft zijn bokalen niet, hè? Ah, ja. Ja, maar dan moet u inbeelden. Iemand die zijn computertje is ingebroken. Wat gebeurt er nu? Herinner jij je dat moment nog, Bart? Levendig. Ja? Ja. En dat was een computerliefhebber of fanaat, zo u wil. Een computerliefhebber of fanaat, zo u wil, is erin geslaagd binnen te dringen in Bistel, het speciale computernetwerk van de regering. De ministers gebruiken Bistel onder andere om vertrouwelijke berichten en post naar elkaar door te sturen. De premier is sprakeloos. Geen enkel systeem is absoluut beveiligbaar. Een nota, een brief, kan worden geopend, kan worden medegedeeld. Het is dus duidelijk dat hier ook een schending is gebeurd op het briefgeheim en dat ik daarom dus beslist heb de klacht in te dienen bij het parket. De inbreker kende blijkbaar ook uw codewoord, als ik het artikel goed gelezen. Klopt het? 9 letters en het heeft iets met keien te maken? Dus aan de hand van wat ik gelezen heb, kende hij dus mijn paswoord. Hoe kent hij dat dan? De manier waarop hij dat paswoord is te weten gekomen, is natuurlijk een andere vraag. Hè? Ja, wacht, voor alle duidelijkheid. Er is dus ingebroken in de belangrijkste computer van het land. Daarin zit de meest geheime informatie van het land. Maar het is boos natuurlijk. Zeer boos. Ja. Huh? Ja, er moet en er zal gezocht worden naar die computerliefhebber of fanaat, zo u wil. Ik vind dat jij wat zenuwachtig aan het worden bent. Ik zweet al. Het is hier ook warm, hè. Het is met onze persoonlijkheden. Nu, het gerecht gaat aan de slag. Elke dag wordt er gezocht naar wie heeft dat gedaan. Een hele week zoeken levert niks op. En dan, plots na het weekend, is er nieuws. U herinnert zich dat een paar dagen geleden het computersysteem van de regering werd gekraakt. Wel nu, de naam van de geheimzinnige dader is bekend. Dat wil zeggen, de gerechtelijke politie weet wie het is, maar heeft de naam nog niet vrijgegeven. Dat kan de nieuws eens als geen ander, hè. Teasen en dan niet zeggen wie het is. Hè. Super. Ja, dus, wacht. Het gerecht weet het, maar wij weten het nog niet. Ja. Daaraan voorafgaand, de gigantische klopjacht. Die dader die moet thuis zitten, denk ik. Die moet dat ook allemaal gezien hebben, hè, Bart. Ja, ja. Die frustratie bij Martens van wie is er hier in mijn computertje? Die is daar ingebroken. We vinden hem niet. Dat moet een slimme gast geweest zijn. Hè? Ja. 2 weken na de computerkraak opent het BRT-journaal met de zaak. Want ze hebben de computerliefhebber of fanaat, zo u wil, gevonden. Ze kunnen dus niet wachten tot wanneer het 7:15 is. Want toen was het nieuws nog 7:15. Ja, dat is juist. Zelfs al was er breaking news, het was wachten tot 7:15. De regeringscomputer Bistel, daar begint dit journaal mee, want de kraker van Bistel is nu goed en wel bekend. Vanmorgen wisten heel wat kranten te melden dat het gaat om ene Bart Halenwijk. Noem het een kwajongenstreek. Ik probeerde of ik nog steeds toegang kon krijgen in Bistel met de wachtwoorden van 2 jaar terug. Tot mijn verbazing lukte dat nog steeds. Wel, 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 snoeper. Ja, sorry. Bijzonder uitzagen in onze tijd, maar dit is ook wel goed. Dat is ook wel bijzonder. Ja, ja. Bart, dit ben jij. Ja. Oké. Wat is daar gebeurd? Laten we beginnen bij het begin. Goh, het is een heel verhaal, hè. Ik studeer af in 1985. Ja. Ik moet mijn legerdienst doen. Ja. Als een soort vrijgestelde op het kabinet
van Martens. Nu. En ik mocht dus. We beginnen werken met bestel. En ik mocht dus aan verschillende kabinetsmedewerkers, aan verschillende ministers, uitleg gaan geven over hoe werkt dit systeem. En jij kende dat goed, waardoor jij het mocht uitleggen aan de ministers? Ik mocht aan iedereen tekst en uitleg gaan geven over die computer. En dus ook aan premier Martens? Ook aan premier Martens, ja. Oké, okay. Maar wat is er dan nadien gebeurd? Goh, op een bepaald ogenblik, het toestel van de premier, dat valt uit. Is niet fijn. Ik moest onmiddellijk mijn toestel hebben, dus ik geef mijn toestel aan hem. Ik kreeg steeds een toestel dat ik weer aan de praat kreeg op dat ogenblik. Ja? En ik ben wel aan het prutsen in die computer, dat ik op een aantal verborgen velden kom. En in het verborgen veld, dat eigenlijk niet beveiligd is, stond zijn paswoord. Oh. En dat zo simpel was het. En dat had iets met keien... Ja, keien van... Ja, ja. Ja. Ja, klopt. Wat had met keien te maken? Dat was gewoon keien. Dat is, maar ken je dat niet? Dat bestaat niet meer, dat paswoord, dus je kunt gewoon zeggen. Hè? Ja, ja. Dat is probleem. Dat is een uitdrukking, hè? Het was een boek van Hugo de Ridder. Ja, ja. Hugo de Ridder, de keien van de wedstrijd. Ja, ja. Hugo de Ridder had eigenlijk het verhaal... in de standaard gebruikt. Hij leest alleen maar strips, hoor. En meestal erotisch. Ja, ik heb... Tommeke. Pommeke. Niet Tommeke. Tommeke, dat is iets anders. Ja. Pommeke, wat doet er nu? God, maar zo ben ik aan het paswoord geraakt. Ja, ja. Ik sluit mijn legerdienst af. Ja? In, naar eer en geweten. Ik ga terug naar mijn woonplaats van Gistel. En een paar jaar later kom ik bij een klant terecht die op dat ogenblik voor een privé een computer met modem heeft. Ook een computerfanaat of liever? Nee, een hoteluitbaat, een restaurateur. Okay. Een klant van mij. Ja? Wacht, klant, jij bent... Ik zit in de verzekeringsbranche. Ja. En die kon ook inbellen? Op... Die kon inbellen. Dus ik ga dat toch eens proberen, als dat lukt, om met die paswoorden binnen te geraken in Bistel. En dat lukte zonder enig probleem. We waren 2 jaar na datum. Ongelooflijk. 88. Maar het had wel als gevolg dat de premier zeer boos was. Superboos. Ja. Hij had onmiddellijk klacht ingediend. Ja. We werden beschuldigd van 4 zware misdrijven. 4? Ik dacht het wel. Schending van briefgeheim. Ja. Diefstal van elektriciteit. Diefstal van elektriciteit? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Het wegnemen van poststukken toevertrouwd aan PTT. Ja. En het schenden van een kunstwerk. En wat was het kunstwerk? Zijn een bril? Ja, nee. Zijn eergevoel. Nee. Het werd beschouwd als een soort bestel, beschouwd als een bouwwerk, net zoals een brug of een havenonderdeel. Ah, ja, 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 dat kunstwerk, is juist. Het heet een kunstwerk. In de staf heet dat kunstwerk. Ja, ja. En hij vond dat zijn bestel een kunstwerk was. En, ja. En voor alle duidelijkheid, er was nog geen wet rond cybercriminaliteit. Nee. Er was niks. Men moest dus eigenlijk de bestaande strafwetgeving zeer ruim aan interpreteren om ons te kunnen bestraffen. Ja. Dat is in de eerste aandacht ook gebeurd. We hebben 3 maanden voorwaardelijk gekregen. Oké, okay. Maar je bent vrij sinds vorige week, dus dat is goed. Het is goed gekomen. Maar je hebt echt in een bak gezeten daarvoor. Nee. Het was 3 maanden voorwaardelijk. Ja. Dat moet je niet gaan brommen. Hè, maar. En dan zijn we in beroep gegaan tegen die beslissing. Maar er ging ook een claim boven ons hoofd van toen 1 miljoen Belgische frank, wat eindelijk al... Hola. Ja. Gewoon om eens te zien of het paswoord van de premier nog steeds hetzelfde is. Okay. Ja. Het was een dure qua jongenster. En dit was echt zo'n statement om te zeggen van... Mannen, je bent niet goed bezig. Ik was in die twee weken tussen de eerste keer dat het in de standaard kwam... Ja. En deze persconferentie was ik 9 kilo kwijt van de stress. Ah ja, je zat gewoon thuis en niemand wist dat jij het was buiten jijzelf. Ja. Paniek. Wanneer heb je dan beslist om uit het verborgene... Goh, waarom? Er zaten mensen... die mij in de tijd op het kabinet geholpen hadden, die werden ook in het vizier genomen. Ja, die wisten dat natuurlijk. Okay, dus men was, het net was zich aan het sluiten. Okay, ja, je kon en dan heb ik gezegd, ik ga de vlucht vooruit. Ik ga... Ja. Het was niet je beste dag, want de vragen van de journalisten waren zeer kritisch. Oei. Excuseer me vooraf voor mijn vraag, maar komt dit alles niet een beetje over als krokodillentranen? Je moet eens kijken wat hoeveel zin je hebt in die persconferentie. En mag ik nu een pint gaan drinken? Want ik zou het graag eens doen. Ik had er dus geen zin in, dat is duidelijk. Ja, maar ja, ik versta natuurlijk wel. Ja, je zit 2 weken in het verborgen en dan moet je daar ineens een leger aan journalisten gaan te woord staan. Ja, klopt. Vandaag is online veiligheid superbelangrijk. Ja. Toen bestond dat nog niet, maar dat heeft wel van alles in gang gezet.
Er is heel veel wetgeving gerealiseerd toen. Hè. Ja. Er was niks. En ook naar beveiliging. Ja. Mochten we een fractie van de sommen die toe werden uitbesteed aan veiligheid, moesten we dat een fractie van gekregen, dan zat ik hier niet. We hadden u gevonden, hoor. Nee, maar je hebt wel een punt. Vanaf dan, en zeker in de jaren 90, is online veiligheid booming business geworden. Hè. Er zijn eigenlijk heel veel hackers die de wereld rondvliegen om in te breken bij bedrijven. Hè. Ja. Wat betaald, hè? Ja, vandaag beseffen we het belang van een paspoort toch gigantisch, Peter. Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb verschillende paswoorden intussen. Ja? Dat is het probleem. Ja. Ik heb dat gemerkt, dat het toch wel handig is om de verschillende te hebben. Zo. Ik had vroeger zo eentje en dat was dan zo dummy. Dat ik dat toch wel een beetje... Niet de naam van u. Dummy. Wat is dat? Dummy was het paswoord. Nee. Bij mij is het paswoord Samson. Dat zou wel een goeie zijn. Je hebt daar nooit je job van gemaakt ook. Nee, paniek. Ja, maar het probleem was, je werd toen ook een beetje gezien als een crimineel, hè? Ja. Ah ja, terwijl, dat is compleet verkeerd. Wij moeten jou zien als een pionier. Ja, je bent echt van algemeen nut geweest. Dankzij jouw inbraak was er toch een soort besef, het belang voor besef. Online veiligheid. Ja. En wat dat betreft willen we toch graag iets terug doen voor jou. Ken jij de wereldkampioen ethisch hacken? Ja, ik heb die vorige week op televisie gezien. Is het echt? Het is een Belg. Het is een Belg, Inti de Keukelaar. Ja. Die heeft er zijn beroep van gemaakt om te doen wat jij toen deed. Hè. Gewoon inbreken. En die wou jou nog iets zeggen. Oei. Dag Bart. Door 31 jaar geleden in te breken in de computer van de eerste minister heb je het land wakker geschud. Doen beseffen dat computers goed beveiligd moeten zijn. Omdat dit net is wat ethische hackers vandaag doen, willen wij jou eren als pionier. En dat doen we om 7:45 pil. Voortaan ben je niet langer Bart Halenwijk, de computercrimineel, maar Bart Halenwijk, de patroonheilige van de Belgische ethische hackers. In naam van alle computerliefhebbers of fanaten, zo u wil, bedankt Bart. Bedankt Bart. Bedankt Bart. 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 En ik heb nog een cadeautje voor jou. Dat is hier een Noveenkaars met jouw afbeelding op, alsjeblieft. Voilà, Bart Halenwijk, de patroonheilige van de Vlaamse ethische hackers. Merci. Super. Amai. Zeer mooi. Mooi, hè? Ah, de max. Voilà, jongens. Nu ga ik een pint gaan drinken. Ah, ja. Voor alle duidelijkheid, wij ook, hoor. Allee, zien ons hier nu zitten, zeg, die deugen niet. Misbegrepen door de wereld. Dat is eigenlijk wel zo, ja. Allee, ja. Bart, merci. We zijn rond. Ik vond het fantastisch. Ik vond het ook super. Ja, voilà, kijk. Dank aan iedereen. Dank aan alle gasten vanavond. Merci, Peter. Merci, Bart. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Valknut. Graag tot dan. Goedenavond. Veel kijkplezier, maar vooral ook rijplezier. De BMW 3-reeks Berline. Voor tv gaat u rustig zitten. Bij Rabobank.be gaat u bewust sparen.